kleine setting. Dit is een... Ja, een winkel, zullen we maar zeggen. Tosti zit er al in. Het is een Tosti-winkel, want nou ja, hè, Dylan. Ja, uiteraard. Zeg je Dylan, zeg Tosti. Annemar, ja? Jij bent iemand die zin heeft om een Tosti te kopen, maar je komt tot de ontdekking dat die €3,95 kostte. Oei. Vind jij best wel veel. En jij denkt, als ik nou mijn charmers in de strijd gooi en Dylan gewoon een klein beetje, nou ja, erbij slijm, dan krijg ik misschien die Tosti wel gratis mee. Oh. Maar Marit ontdekt dat op een zeker moment. Nou. Okay. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, ja. Oké, nou doe nog even 3 stappen terug. Ja? Ja? Kijken jullie lekker mee, jongens? En daar waar de oes en de aas horen, dan wil ik ze ook horen. Hè? In 3, 2, 1, ga je gaan. Zo, lukt het allemaal, jongens? Ja, ja, ja. Heb je nog iets gezond? Nou, ik zou wel heel graag een tosti willen. Dat kan, zeer zeker. Dat is €3,95. Een lekkere eitosti. Oké, ja. Dylan. Die 3,95, die heb ik niet helemaal, die heb ik niet helemaal bij de hand, zeg maar. Oh. Nee, ik ben echt helemaal zeg maar met niks de deur uitgegaan. Dus nou, ik dacht, als ik nou die tosti voor jou voorproef, hè? Dus dat ik dan vertel achteraf hoe lekker die was. Oh nee. Dit is niet de naak. Saskia maakt nu een foto. Die foto komt terecht op Instagram, ons Zapp Live account. Hou vol dan. En dan kan je in de reacties aangeven wat er moet gebeuren. Moet Teun en Rick nog iets meemaken? Wat gaat Marit precies doen? Hoe gaat Annemar reageren? Geef het in de reacties door en dan gaan we zometeen het vervolg hier bekijken in Zapp Live. Zo eindigden we net de scène. En de grote vraag was, hoe gaat het aflopen? Je kon dat doorgeven via Instagram. We hebben meer reacties dan likes gekregen. Echt. Een paar duizend gewoon. Fantastisch. Mm-hmm. Daar is het een en ander uitgekomen. En Saskia, jij hebt gewoon een random selectie van een aantal dingen. Ik zal je even laten zien inderdaad. Hier gaat het maar door en het gaat maar door en het gaat maar door en het gaat maar door. Dus toen moesten we inderdaad kiezen. We zijn voor 4 reacties gegaan, want zo gaat het ook bij het echte cliffhanger eigenlijk. Dat je meerdere hebt. Dan zijn dit jullie volgende tools om de scène af te maken. Allereerst die van Olivier. Ze gaan om de beurt hinkelend achter elkaar aan. Okay. Onthoud dat eens eventjes. Ja. Dat zit erin. Daarna is die van Marlies. Laat maar het scheet. Ja, check. Dan wil Michel graag dat Marit er ook nog bij gaat zingen. En dan zegt Liesbeth om het af te maken. Dylan zegt, je mag het gratis. Oh, okay. Heel veel succes. Wacht even. Willen jullie nog een heel kort 20 seconden overleggen over hoe je hem gaat uitspelen? Ja, laten we heel snel. Ja, we geven ze echt 20 seconden. Ja? 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 Even overleg natuurlijk, want hoe gaat dat nou aflopen? Volgens mij zijn ze er wel klaar voor nu. Oké! Ready! Deze scène gaan we nu meemaken in 3, 2, 1, ga je gang. Blijf van mijn vriend af! Oh, je liet een scheetje, hè? Welkom bij de 3 pikjes. Welkom. Oké, stop! Ik kan er niet meer aan! Je mag het gratis! Yes! Zo, echt klaar! Nou. Top, ja, heel veel creativiteit, hè? Ik bedoel, als we gewoon die 3 dingen gelijk achter elkaar hadden gedaan, dan waren we er ook. Maar goed, dit was wel een lekker scène. Ik heb er zometeen nog eentje, maar dat gaan we zometeen doen. Eerst gaan we even kijken naar nog andere vragen die zijn gekomen. Dus ga even lekker zitten. Rick, wat heb je nou de hele tijd met die pan gedaan? Ja, we hebben het al op, maar helaas. Ik heb hier de hele tijd zo zien staan met die pan.